trainen zonder veldverlichting, zonder kleedkamer en zonder kantine. Dat is hoe het er voor kinderen bijna wekelijks aan toe gaat bij rugbyclub Alphen. Hoewel de sport landelijk in de lift zit, lukt het de Alphense vereniging nauwelijks om vaste voet aan de grond te krijgen. Terwijl de Engelse oprichter toch hoge ambities heeft voor de club. Laatste en de laatste. Let's go. Come on. Pete Bevan is 26 jaar geleden vanuit Engeland naar Nederland gekomen. Met een vriend heeft hij in 2017 de Alphense rugbyclub opgericht. Ik heb ooit een map gezien, of een kaart gezien van Nederland, met alle rugbyclubs erin. En dat was een hele grote witte vlek, precies over Alphen. En daar was geen rugbyclub in de buurt. Dus ik dacht van nou, ik kan het wel doen hier, ik kan wel wat doen. De club heeft slechts een stuk of 20 leden, maar beschikt wel over de nodige know-how. Achter de schermen probeert onder andere Roger Scheffer, oudspeler van het Nederlands rugbyteam, een handje te helpen. Zijn 5-jarige zoon traint sinds een paar maanden mee. Voor ouders die met kinderen nieuw komen, dan kan ik me best voorstellen dat je denkt van, oh, wat is dit? Want als je om je heen kijkt, het lijkt niet echt op een rugbyclub, of vind je van wel? Nee. Of maakt het je niet zoveel uit? Maakt me niet zoveel uit. Nee? Maar ik heb wel het idee dat het een echt veld is. We hadden hiervoor nog een iets kleiner veld. Ik vind dit veld echt fantastisch. Alleen was het wel jammer dat we geen spotlights hebben. Dus we moeten het met deze lampen gaan doen. Volgende! Kijk! Heel goed! Is het reëel om te verwachten dat er iets groters kan groeien? Ja, absoluut. Absoluut. Je ziet het bij meerdere clubs in Nederland. Die klein beginnen en steeds groter worden. Wat zou je tegen mensen willen zeggen die nog nooit rugby hebben gespeeld? Gewoon een keer proberen. Want van proberen kun je leren. Nu moet ik met mijn linker aan doen. Gooi en vangen. Dat is moeilijker. Hoe ben je van plan om van Alphen een rugbystad of een rugbydorp te maken? Ja, ik heb grote dromen. Ik wou gewoon een stadion hier laten opbouwen, maar dat is gewoon een droom. Maar ja, ik geloof in, ik heb passie voor, dus ik wil het gewoon doorzetten. En ik ben een type dat ik ga tot het eind.